Op de Oosterschelde probeerden vissers vandaag een nieuw alternatief voor vislood. Al jaren wordt het verspreiden van lood in het milieu tegengegaan door de overheid. Maar in de sportvisserij wordt het giftige metaal nog volop gebruikt als verzwaring voor de lijn. Voor Nederland hebben we het over 500.000 kilo per jaar wat door de vissers in het water wordt gebracht en er niet weer wordt uitgehaald. En dat is een van de allergrootste bronnen van loodvervuiling die nog over is. En daar proberen we een stapje te zetten met deze ontwikkeling. Met subsidie ontwikkelt het bedrijf Modified Materials afbreekbare materialen die als vislood kunnen dienen. Maar omdat de nieuwe materialen niet zo zwaar zijn als lood, zijn de testende vissers van vandaag niet allemaal even enthousiast. Kijk, voor op een plaat en zo, voor op een paar meter water, lukt het allemaal wel. Maar zo gaat hij dus wat dieper en we vissen normaal tussen de 20 en 25 meter diepte. Dus daar zit je met een loodgewicht wat zo compact mogelijk moet zijn om het op de grond te krijgen, want anders krijg je het niet eens op de boei. We kunnen niet goed ingooien met dat lood, ook niet. Er zit eigenlijk geen, een bolletje lood, een klein bolletje. Daar gooi je beter in als dit, vind ik hoor. Maar er waren ook positieve reacties. Hoe bevalt het nieuwe lood? Goed, blijft prima liggen. Ja. Buiten verwachting, ook gezien het gewicht. Het is iets groter qua vorm, maar de stroom die loopt gewoon lekker door en het blijft gewoon prima liggen op dit moment. Het is dus de vraag of de vissers uiteindelijk de overstap maken naar het grotere, duurdere, maar wel milieuvriendelijk alternatief. De vangst van die dag viel trouwens behoorlijk tegen. Ach, wat een beest! Hè?